In Nederland kenden we vroeger alleen filterkoffie. Stonden die borden buiten en dan stond de cameraman die echt als lamp. Nou, de lekkerste koffie die komt nog steeds uit Italië. Daar hebben ze de kunst van de koffie echt uitgegroot. Koffie maken en de verschillende koffies hebben ze gewoon uitgevonden. Dus ik heb hier even een ristretto besteld. Dit is een ristrettootje. Dit is een heel klein koffietje. De Italianen noemen het ook wel eens een guaccio, een slokje. En je ziet het voor je en dan zie je zo'n schitterende bar met zo'n marmeren maar bovenkant. En dan komen de Italianen binnen en die klakken dan zo'n munt zo plak, hoor je zo tik. En dan koffietje geschoven, hop, doorlopen. Nou, de koffie die iets meer doorgelopen is, die ga ik straks bestellen. Dat is de espresso. En mensen denken altijd dat in espresso en in ristretto dat er heel veel cafeïne in zit. En het gekke is dat dat niet waar is. Het is juist andersom. In het laatste gedeelte wat doorgelopen wordt, daar zit eigenlijk de meeste cafeïne in. Dus dit is eigenlijk een smaakboost. En, ja. Een cappuccino. Nou, dit is espresso. Noemen de Italianen ook wel gewoon café. Dus na het eten vragen ze altijd, wil je café? Heel lekker. Wel echt iets minder sterk dan de ristretto. Espresso macchiato. Lasciamo collectie. Dit is de cappuccino. Je ontbijt in Italiaan mee. Gewoon cappuccino met een zoet broodje, dat is alles. En dan lekker lunchen. Dit is een mungo. Dit is de macchiato, dus het is een espresso met een wolkje melk. Dat drinken de Italianen ook wel 's middags, want eigenlijk na 12 uur drinken de Italianen geen cappuccino meer. Dat waren ze echt voor de ochtend. En als je dat 's middags ergens in Zuid-Italië bestelt, dan kijken ze je een beetje glazig aan van bijten. Hm? Maar dit nemen ze dus wel eens met een klein verzachtend wolkje melk. En nu krijgen we dus zo'n lungo. Dat lijkt een beetje op een Americano, maar dat is toch een groot verschil. Want een espresso lungo, daar zit de koffie in de piston, die gaat één keer door, is espresso. En dan laten ze nog dezelfde hoeveelheid water erdoor gaan zonder de koffie te verversen. Anders zou je een doppio krijgen. Een Americano wordt anders gemaakt. Een Americano is eerst heet water in het kopje, dan gaat de espresso erbij. Dus uiterlijk ziet eigenlijk de Americano en de lungo er hetzelfde uit, maar in de lungo zit veel meer cafeïne. Want luister, juist in het laatste gedeelte zit dus de cafeïne. Un doppio. Dit is een espresso lungo, dus daar is gewoon iets meer water doorheen gelopen. En die is altijd iets bitterder. Eigenlijk is het begin van de koffiedoorloop is altijd heel mild. En hoe meer water je doorheen hebt, hoe bitter het wordt. Espresso doppio. Adesso un latte macchiato. Dit is een espresso doppio. Dit is gewoon een dubbele espresso. Je kan ook bijvoorbeeld, dat doe ik ook wel eens. Als je een cappuccino bestelt in een barretje en dan neem je één slok en denk je, dan kan je er gewoon nog een extra espresso in bestellen. Dat heet dan eigenlijk cappuccino doppio espresso. Nou, deze is te heet geworden. Ik zal het niet tegen hem zeggen, maar dat is echt de kunst van de koffiezet is dat die koffie niet te heet wordt, want het brandt eigenlijk de smaak. Latte macchiato. L'ultimo, café latte. Dit is een café macchiato, latte macchiato. Niet te verwarren met de macchiato, want macchiato is een espresso met een wolkje melk. Dit is een latte macchiato. Dus als de latte ervoor staat, dan wil zeggen dat de opbouw is met melk en daar gaat de espresso in. Maar de macchiato is echt andersom. Je hebt espresso en daar gaat een klein beetje melk in. Gaan we even proeven. En dan hebben we de laatste koffie en dat is echt gewoon
heel erg verdund. Dat is namelijk de café latte. Kijk, dat is echt ontzettend veel melk met een heel klein beetje koffie. Dit is het café latte. Kijk, het ziet er net toch even anders uit als deze. Dus hier zit heel ziek. Nog meer melk in. Ja, dit is echt kinderkoffie. Niks voor mij. Mijn favoriet is echt ristretto. Ik moet wel een broodje nu hoor, want ik sta echt stijf van de cafeïne.